Deze podcast is mogelijk gemaakt door Saxo. De plek voor slimme beleggers op zoek naar een zeer compleet platform, meer mogelijkheden, relevant nieuws en lage kosten. Ga naar saxo.nl en vergelijk de nieuwe lage tarieven. Saxo. Be Invested. Belegger kent risico's, je inleg kan minder waard worden. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag de 4th of July. Amerikaanse beurzen zijn dicht. Morgen waarschijnlijk ook een klein beetje dicht. En de IK staat op een all-time high, 937 as we speak. En uh, daar gaan we het onder andere vandaag over hebben. Met natuurlijk vaste sidekick Albert Jellema. Daar staat hij. Albert die je ziet er net hetzelfde uit als ik. Zelfde dezelfde overhemd. Ik ben echt wel weer blij dat ik hier sta en niet op jouw plek zoals vorige week. En uh, dit, 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 plek, dit plekje ja? uh, vind ik wel fijner. Nou Goed, dan laten we je daar gewoon staan. Geen ja. enkel probleem, jongen. Fijn dat je er bent. En we hebben een speciale gast, je gaat net al even in beeld: Edin Mujajic. Spreek Spreekt het goed uit, zo? Bijna goed. Bijna goed. Maar laten we daar niet over ja, hebben. Ja, maar Mag we hebben een, Edin, ja. hartstikke leuk dat je bent. Je bent macro econoom maar tegenwoordig ook fondsbeheerder. Klopt. Bij Hoofdbos gaan we het over ja. hebben. Ik ben heel benieuwd in welke aandelen jullie zitten. Maximaal 21 aandelen hoor ja. ik uh, nu in portefeuille. Maar um, ook natuurlijk hebben we even uh, praten over de rente. Onze gezamenlijke vriend in Amerika. Jeroen Powell, zeker. Die uh, spe speciale vraag voor jou beantwoorden. En uh, ik ben ook heel benieuwd naar wat je vindt van de gedoe met de Japanse yen. Want het worstelt zelf een beetje mee wat we daar nou van moeten vinden. Komt onder andere langs. En we hebben natuurlijk wat, wat aandelen die langskomen. En daar gaan we het ook over hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, Axo Nobel. Wat daar gebeurde van de week: allerlei downgrades van analisten. Omdat Axo even gebeld had met wat analisten. Um, Albert, we hebben nog meer. Randstad, uh, OCI komt langs, NN, ASR, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou, maar goed, we beginnen even met uh, Eden zelf. Eden even kort terug naar jouw uh, historie. We hebben het net even gehad over Emmen, waar uh, 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 je ja, geland bent in Nederland, zeg maar. Allereerste eerste jaren in Nederland heb ik daar uh, doorgebracht. Prachtige stad Emmen. Hoe was dat Emmen? Ja, dat was heerlijk. Uh, zeker omdat je nieuw bent uh, in het land, dus je spreekt geen uh, woord Nederlands. Ja. Uh, je bent aan, aan Rondkijken en leren, ja. je met op, uh, kwam met Bosnië op vijf jaar. Bosnië inderdaad met door de, hele de familie, met, met uh, ja, inderdaad. Dus, eerste vijf jaar daar doorgebracht, daarna weggaan. Maar Emmen is nooit uit mij gegaan. Want toen uh, de plaatselijke FC naar Eredivisie divisie doorstonden, <laughs> uh, heb ik uh, Jacar gekocht. En uh, nu is het al jaren zo dat ik samen met mijn zoon, want die is ook aangestoken door het ja? voetbalvirus, uh, leggen wij om de twee weken die hele lange weg van Almere en Emmen en zitten wij in weer en wind op de eerste rij in het stadion. Diepe respect. Oh, dat moet je wel goed doen als als je hebt ook een MNA toch, min of meer. Ja, nee, zeker. Dat. Ik ben mijn hele jeugd langs dat stadion gefietst op weg naar mijn school natuurlijk. Dus Meerdijk. Tot, het uh, het nog de, Meerdijk? de oude Meerdijk. Nee, dat ben ik mijn hele leven langs gefietst. En mijn ja. vader en moeder wonen natuurlijk nog steeds op. Uh, nou, wat is het? Uh, vijf kilometer fietsen van het stadion. En mijn pa had ook een hele tijd een uh, seizoenkaart, ook in die eredivisietijd. En uh, ja, de oude baas is nu 81 en hij is ermee gestopt. Ja, gaat het niet meer? Nou, gaat niet meer. Op een gegeven moment, uh, ja, uh, ja. Je hebt soms wel van die supporters die dan wat makkelijker blijven hangen in de eredivisie dan in de uh, eerste divisie ja, 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 ja. <laughs> ja, hè? Ik beticht hem nergens van, maar het is nee. wel zo. Ja, gelijk heeft hij <laughs> natuurlijk op die leeftijd, dan uh, is het ook wel een keer ja. genoeg. En dan moet die jonge, de jonge garder die komt er dus aan. Hè, ja, jou, zeker. Die zo naar gaat. Nou, goed. Um, Onlangs overgestapt naar Hoofdbos. Hoofdbos ja. is een, uh, ja... Een vermogensbeheerder, fondsbeheerder. beleggingsfonds. Machine van wie? bekende naam in de beleggingsfonds. Ja. Iemand met voor de hele lange termijn belegd. Dat staat hij althans bekend. Wat, wat wordt jouw rol daar precies? Ik ben daar uh, macroeconoom, dus ik word geacht de ontwikkelingen op het gebied van macroeconomie te volgen. Uh, want wij uh, proberen uh, te beleggen volgens het uh, credo uh, niet risico's spreiden, maar risico's mijden. Mm -hmm. Dus ik probeer te kijken naar de... Trends uh, die op ons afkomen, ja. risico's te identificeren met mijn uh, collega's om vervolgens in een wijde boog om die risico's uh, heen ja. te, te beleggen. Wat zijn nou die trends tegenwoordig? Ja, daar is uh, van alles nog wat. Laten we eentje pakken die, die echt uh, voor de hand ligt. Uh, um, inflatie hebben we al, al jarenlang ja, ja. Uh, last van. Er is veel wat erop wijst dat dat nog uh, heel lang uh, een probleem zal zijn. Nou, dan, dan proberen wij uh, te beleggen in bedrijven die een hele lange historie hebben. Waarin ze onder andere aangetoond hebben met dat soort tegenslagen uh, om te kunnen gaan. En wat betekent dat heel concreet? Dat je bedrijven hebt die uh, goederen maken, die diensten maken. Uh, waarvan de rest van de wereld denkt of het nou goed gaat of slecht gaat. Die moeten we hebben. Dus je kunt de die hogere idee. kosten doorbreken. Die lift moet toch gekeurd worden, <laughs> dat idee? Ja. Onder andere. Ja. Zit ook in ons zinfire, ja, inderdaad. Ja, ja, heb je, je zin erin? Ja. ja. Nee, okay. Ik zag in Zwitserland staan, dan kom je altijd op en met dit verhaal. Dus, denk ja. ik, China. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Je vertelde net, je zit met name, jullie zitten met name in Amerika, in Zwitserland en in Nederland. Wij beleggen in drie landen, inderdaad. Ja. Is dat uh, bewust of is het omdat er in andere landen geen nee. aandelen zijn die zijn? Nee, dat die, is uh, bewust. Uh, uh, die drie landen zijn, wij noemen het de Sun landen, naar hun Engelstalige afkorting: Zwitserland, uh, de United States en Nederland natuurlijk. Ja. Waarom die drie landen? Uh, dat zijn. Uh, zo ongeveer de enige drie landen die een uh, combinatie bezitten van uh, hoge mate van betrouwbaarheid. Dus mm -hmm. uh, over een hele lange periode laten zien dat je als overheid altijd je schulden netjes op tijd afbetaalt. In combinatie met een hoog uh, kennisniveau. Okay. Dit zijn de landen die je in de lijstjes waar je heel hoog wil staan, die vind je daar ook. Ja. Nou, die combinatie zie je zelden. Deze drie <tus> landen hebben dat. Ja, maar is Nederland ook niet toevallig omdat we hier vandaan komen? Nederland uh, is een land dat uh, de hele lange historie van betrouwbaarheid. Wij zijn nooit failliet gegaan als nee. land. Nee. Uh, er zijn geen Nederlandse staatsschulden die niet afgelost zijn. En uh, Nederland uh, scoort over het algemeen, als het over uh, kennisniveau, uh, het in innovatievermogen hebben, scoort Nederland hoog. Dus uh, we komen er toevallig uit Nederland. Maar Nederland uh, zou ja. ook zonder dat feitje oh, okay. in die drie uh, landen horen. Ja. Ja. Dat is wel grappig, want ook uh, natuurlijk uh, ken je ook wel Antaurus, Die beleggen ook heel veel in Zwitserland. Ja? Uh, en in Nederland. Dat ja. zijn ook uh, twee van de twee. Dus van wat de drie. is er zo, zo speciaal aan Zwitserland? Behalve dat alles daar ja. veel te duur is. Heb je hebt echt bijzondere bedrijven daardoor? Ja, marktpositie? Bijzondere bedrijven, maar macro-economisch gesproken natuurlijk een hele lange historie van neutraal zijn. Ja. Dat helpt al. Ja. Ja, de te verdienen. Um, uh, hele lange historie van gezonde overheidsfinanciën, ook nu weer. Als je kijkt, sinds het jaar 2000 had dat land 15 jaar lang begrotingsoverschot. Ja. Acht keer begrotingstekort tussen 0 en maximaal 1,5 procent. Mm -hmm. Inflatie, ook een lange historie van lage inflatie, inclusief nu... waar de inflatie in de eurozone gepiekt uh, is in 2022 op ruim 10 procent... bedroeg de piek in Zwitserland 3,5. Uh, dat, 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 dat is gewoon wat je zoekt uh, uh, um, als, je gaat, uh, als je aan het beleggen bent. Ja. En in een omgeving waarin je heel veel spanningen in de wereld hebt, zien wij uh, Zwitserland onder andere als een soort terp, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus Een vluchtheuvel die gebouwd is ja. voor als, als het water hoog wordt, dat je daarop vlucht. Nou, in tijden van spanningen in de wereld, vluchten beleggers naar de financiële terp zijn de Zwitserland. Ja. Heeft dat te maken met die lage inflatie bij hun, met, met het feit dat ze een eigen munt hebben? Dat speelt uh, zeer zeker mee, maar het heeft vooral te maken met het verstandige beleid van de Zwitserse Centrale Bank ja. en de Zwitserse overheid, dat is NN. Als je naar de Centrale Bank kijkt, uh, die heeft de geldhoeveelheid uh, in de afgelopen 10, 15 jaar veel minder laten groeien dan in de eurozone of in de VS, uh, voor wat dat betreft. En die Zwitserse overheid, waar ik het net over had, die dus echt nagenoeg geen begrotingstekort heeft, Ja, dat betekent dat je dus die inflatie vanuit die hoek niet uh, aanwakkert. Nee. Die combinatie uh, zorgt voor, wat ik net nou al zei, een hele lange historie van eigenlijk het beleid wat je wilt zien. Je ja. zit te denken, ze komen ook nooit negatief in het nieuws in, die Zwitsers. Ik en ze zouden betekent... niet eens weten wie de minister president van Zwitserland is. En dat hoef je ook niet te weten, want het gaat goed. Ja. Um, maar dat betekent als je dus een hele lange historie hebt van lage inflatie, gezonde overheidsfinanciën. Uh, dat geeft een enorm voor, uh, voordeel aan bedrijven uit dat land. Want die hebben te maken met structureel lage rente. Die hebben te maken met politieke zekerheid. Uh, ja, dan is het uh, redelijk makkelijk uh, concurreren met bedrijven uit uh, andere landen. Allright, duidelijk. En ze hebben ook geen inflatie nodig hè, want dat is al schreeuwend. Ja, daarom. die hebben inflatie al gehad tien jaar geleden. Nee, dat het is het is dus duur, maar ik ben er toevallig, twee jaar geleden was ik op vakantie regen door. We hebben een hotelletje gepakt onderweg. En toen sprak ik met die met die barkeeper daar of een iemand van dat hotel. Ja. En, en die zei: Maar die, die gasten verdienen heel veel geld, maar ze ze uh, de belasting zit daar anders in elkaar." Is Kijk, je kunt wel zeggen dat het land heel duur is. Maar uh, ik moet nog uh, uh, de eerste persoon tegenkomen die weggevlucht is uit Zwitserland, omdat het leven daar onbetaalbaar was. Ja, nee, maar ze verdienen natuurlijk ook heel uh, veel. Waarom? daarom? Uh, ze doen uh, alleen ja, de boodschappen in Duitsland. Weet, ik, ik ben gek op biefstukjes, maar die kosten 45 euro of zo daar. Boodschapjes doen Doe in me Duitsland. Me over dan Dat is, uh, <laughs> maar dan. goed. bij Hofwoord is het dus risico's meiden, zei je? Risico's meiden. Ja, pas je goed bij Nico. <laughs> <laughs> ik kan ook van risico's meiden. Nee, ik kan geen enkele risico's. Nee, maar je, als je in aandelen wil beleggen, moet je risico lopen. Dus dan, hè, dat is de nee, tuurlijk, de maar je hebt, aandeel, je hebt aandelen. Kijk, je je als, je, als je in Over. bedrijven zit waarvan je weet als de middenklasse in de wereld groeit en ja. dat gebeurt. Mm -hmm. En dat gaat gebeuren de komende 15, 15, 20, 30 jaar, dan weet je dat zijn net mensen zoals, zoals, zoals jij en ik. Ja. Als die rijker worden, die willen nieuwe spullen kopen. en dan wil je heel vaak producten kopen die toevallig of niet gemaakt zijn in Zwitserland, Amerika ja. of Nederland. Nou, we gaan zo een aantal van die aandelen even langs. Hartstikke leuk om te zien. Uh, we beginnen natuurlijk altijd met de verbazing van de week. En Albert, zullen bij jou aftrappen? Heb jij nog ergens over? Nou, Verbaasd, be behalve dat je een mooi keer over Ajax kreeg. Heb je nee, niet nee, nee. Het, het bruggetje van wat Ede net zei. Nou, wat ik nu als verbazing heb, is ja? top. Want hij zegt: van nou, men in de middenklasse die worden rijker. en die willen ja? wat kopen en zo. Mijn verbazing van de week is dat de heer Inberg deze week op kantoor <laughs> kwam. met een Rolex om. Toen dacht ik: hè? Huh? En dan moet je niet zeggen, want ik moest een, als iedereen ziet dat ik een, een dure Rolex heb, dan dus, dus ik uh, word had ik echt van Nico Rolex. Maar het uh, ja, is wel een hele goede belegging geweest. Ja, nee, die, ik heb het ooit gekocht. Ik, ik heb een Rolex uit 1968. En iedereen heeft een Rolex, ja, we bijna voor Pauper. Maar het is echt een, <laughs> een, een mooie, mooie loge. Maar ik, ik had het, het bandje was al een stuk. En die ligt, dat ding ligt al, denk ik, 15 jaar bij mij in, 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 in een bureau-la. En uh, nou, dat is nu eindelijk gemaakt. Het, de gemaakt en ik heb hem ooit gekocht in, uh, ook in Drenthe, in Muppel, in een café. Dus daar kwam ik een jongen tegen die... die uh, Alle goede dingen nee, Drenthe. Ja, ja, ja. dus dat was de zoon van een juwelier. jongens, was van mijn leeftijd destijds. En ik werkte toen net op de beurs. Hij dacht, ik wil oh, op geld. Dus ik heb een mooie loge voor je. Echt een Rolex. Nou, het moet het kosten, duizend schulden. Dus, nou, goed. Haal ik hem morgen op. En, uh, ja vandaar ik had er verder geen verstand van maar het is inderdaad ik vind, nou, duizend maar, nu, uh, maar hij is nu 5.000 euro dus ja. dat is een van je beste beleggingen man ja, ze zijn nu alweer gezakt maar goed uh, het is toch handig je kan meteen zien hoe laat het is ja het is alleen wel vervelend Als we gaan tafelvoetballen doe je elke keer je loge maar je bent bang dat hij beschadigt. ik heb er alleen maar ellende van dus ik, uh, ik draag me week en dan stop ik hem weer in de kluis voor iedereen die denkt van ik sla de jongen neer hij is op de gracht maak ik een loodsje af dan weet je daarvan. Nou, was dat je verbazing dat was mijn verbazing ik mag maar één je mag, je mag één extra doen nu. Nee nee nee, 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 nee. Ik wil het niet hebben over mijn grote schild van Ajax. Nee, nee. Joh. Mijn Orman-ornament. Misschien moeten we die volgende week laten zien. Albert heeft zijn seizoenkaart bij Ajax zoals jij bij Emmen. Ja. En omdat hij voor 1 mei bijgetekend heeft, want zwaar natuurlijk bang dat iedereen weg zou lopen daar, na zo'n rampjaar, heeft hij een mooi cadeau gekregen. Iets, iets bij voorstellen natuurlijk? Dat ja. werd hij hier afgeleverd. We dachten, oh, eindelijk een dartboard. Echt zo'n heel groot ding was het. En er bleek een schild van Ajax in te zitten. Met, met ja. het, die, die, ja, dat, dat logo met die elf lijntjes bij ja. al, dat Ajax uh, ja. teken. Ja, en dat brug... wilde hij op kantoor laten staan, want zijn vrouw wilde niet in huis hebben. Nee, ik had haar gevraagd: mag hij in de woonkamer? Ze zei nee. <laughs> ja. Gaan we naar Eén, en jouw verbazing? Ja, uh, we blijven even in het uh, Alpenland, ja? uh, Zwitserland. Oh, Daar gezellig. is uh, deze week het uh, jaarverslag van de bank voor internationale ja, betalingen uh, verschenen. En dat is over het algemeen altijd heerlijk leesvoer voor macro economen zoals ik. Uh, mijn verbazing uh, van de week uh, komt uit dat jaarverslag. Want er wordt op een gegeven moment uh, geschreven over nou, wat uh, heeft men allemaal geleerd van de afgelopen jaren met die hoge inflatie en dat soort zaken. En uh, dan lees ik daar uh, dat uh, de centrale banken stevig opgetreden hebben, dat, dat, dat ze het goed hebben gedaan. Oh, en als, je zelf. En als um, onderbouwing of als een soort argument daarvoor, van nou, kijk naar inflatie 2022, heel hoog, uh, in 2023 uh, gehalveerd. En uh, vergeleken met 2023 is die nu ook gehalveerd. Komt door dat stevige ingrijpen van de centrale bank. En toen dacht ik, wacht eens even. <laughs> um, dit heeft uh, president van de Europese Centrale Bank ook niet al uh, begin deze maand gezegd. De nou, ja. inflatie galveert. Uh, toevalligerwijs zijn wij toen begonnen met de rentes te verhogen. Ik denk, ja, toch maar even daar een kanttekening bij zetten. Want. Die inflatiedaling hadden we sowieso gezien, ook al hadden centrale banken helemaal niks gedaan met de rente. En dat heeft alles te maken met wiskunde. Dat heeft alles te maken met hoe je inflatie berekent. Mm -hmm. Inflatie is niets anders dan de verandering van het prijsniveau. Uh, nu vergeleken met uh, 12 ja. maanden geleden. Ja. Nou, waar kwam uh, het grootste deel van inflatie in 2022 vandaan? Hoge energieprijzen. Ja. Dat betekent, als die energieprijzen <kwijnt> gelijk waren gebleven was de bijdrage aan inflatie 12 maanden later nee, nee. 0% geweest. Je ziet het ook heel mooi. Die daling van inflatie van 10% naar 3%, hoe gek het ook klinkt... gaat veel makkelijker dan van 3% naar 2%. Daar moet je als centrale bank die inflatie echt uitwringen. Mm -hmm. Dus als ze daadwerkelijk zo stevig opgetreden hadden als centrale banken... Ja. dan was de inflatie nadat die gezakt was naar die 3%... door het puur wiskundige statistische ja. effect, was die daling... Het Doorgezet richting 2%. En toevallig of niet, is het dalen van inflatie daarbij gestopt. Voor mij de reden om te zeggen: Je hebt alles behalve stevig ingegrepen. Dus dat was mijn verbazing van de week dat BIS dit uh, opgeschreven had. Ja. Die, 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 uh... Die BIS, daar zitten eigenlijk alle, alle centrale bankiers in, hè. Maar is dat, dat bestuur van die BIS, of die mensen die dat opschrijven, zijn andere mensen dan bijvoorbeeld Lagarde en Inges, of, Ja, zeker. of moeten ze dat, dat eerst afstemmen? Nee, kijk, dat zijn gewoon mensen die in dienst zijn van de BIS. Ja. Uh, en heel vaak zijn het mensen die al een uh, enige carrière bij een van de grote centrale banken hebben. Dus die gaan daar naartoe. Ervaring leert wel dat je onder de vlag van BIS kun je makkelijker wat ongemakkelijke waarheden ja, ja. opschrijven voor de Leidsmaken dan onder de vlag van een vet, een ECB, een Nederlandse bank, et cetera. Als je je dan verplaatst in degene die dat dan allemaal opschrijft. en die moet het dan zijn baas laten zien. En die schrijft in. Als, jullie niks, als er niks was gebeurd. dan was de inflatie op hetzelfde niveau geweest. Ja, dat was denk ik ook niet heel goed te carrière. Nee, daarom maar. Maar, uh, nou ja, goed. Uh, als ik dan zo'n jaarverslag lees. denk ik: oké, okay, ik snap. je blijft natuurlijk gewoon een soort lobbyclub van de centrale banken. Ja. Ik begrijp dat je vanuit die optiek. Niet gaat opschrijven wat ik net al zei. Van nou, als je ook al als je niks had gedaan, was die plaats gedaald. Maar stevig ingrijpen. Zouden wel ja. iets kunnen, kunnen nuanceren? Uh, dat is toch een brug te verven. Ja, misschien ik. even ja, goed om daarop in te spelen. Want voor mij hadden ze deze week een vergadering in Portugal, Sintra. Daar zitten al ja. die centrale bankiers. Elk jaar doen um, ze dat. Mooie plekjes altijd. Ja, dus het heel ja daar zijn ze goed zijn. in. Ja, ik ben Sintra ook een keer ja. geweest. Ja. Dat is een mooi plekje. Ja. ja, dit, uh, ja. Dat zoeken ze wel uit. Dat kunnen we aan ze overladen. Dat ja. doen ze dan wel. Dat wel doen wel goed. ze wel goed. Ja. <laughs> maar wat, wat, he, he, um, wat hebben ze dan eigenlijk nagelaten, wat jou betreft. Wat hadden ze, wat hadden ze, hoe hadden ze steviger moeten ingrijpen? Wat hadden ze dan wel? Gebeurd? Om die inflatie weer echt onder controle te krijgen? Ik denk dan altijd aan uh, het jaar 1981, Nico. En mm. meer specifiek uh, aan een schaatser, uh, Hilbert van der Duim. Nog een rondje. Nog een rondje. Dus als je het niet <laughs> kent, zoek toe. het even op op YouTube. Weer een uh, drent, komt het Assen. Nico, of, uh, 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 Hilbert was aan het ja? schaatsen. Een schaatswedstrijd, 5000 meter. En uh, de commentator op de televisie was loven, Want hij uh, schaatste een geweldige wedstrijd. En nou, hij wint. Uh, en op een gegeven moment begint die commentator bijna te vloeken. Want uh, Hilbert vergat het laatste rondje ja, te rijden. Hij zei, Hilbert, Hilbert hij, jongen, je hij moet nog een rondje. Ik dacht dat hij er al was. Uh, en dat is waar, waar ik aan denk. Die renteverhogingen van, 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 van mm -hmm. ECB, van de Fed, van 0 naar ruim 4 uh, of ruim 5 procent. Mm -hmm. Nou, dat is prachtig. Maar dat laatste rondje, dus nog een paar rentes, uh, nog een paar keer de rente verhogen om inflatie echt. Dat, dat laatste stukje waar ik ja, het net ja. over had, van drie naar twee, uh, om dat voor elkaar te krijgen, dat hebben ze nagelaten. Ze zijn natuurlijk uh, bang dat ze de economie de nek omdraaien. Dat, dat, dat het te hard gaat, ook omdat er een legging-effect in zit. Nou ja, uh, ik begrijp wel waarom ze het laatste rondje niet hebben gedaan. Maar ik wijs er heel graag op dat we centrale banken uh, de opdracht hebben gegeven om inflatie laag te houden ja. en niet zich bezig te houden met uh, zijn de staatsschulden houdbaar ja. of niet? Of je niet met de ik economie? kijken naar werkgelegenheid. Nee, maar uh, als, je, als je van mening bent dat de inflatie op een gegeven moment te hoog is, en dat was afgelopen jaren ja. het geval, dat is nog steeds het geval. Um, we weten uit het verleden dat er helaas maar één manier is om inflatie aan te pakken. En dat is dat je er even voor moet zorgen dat gedurende enige tijd uh, de vraag uh, uh, toch wat lager uh, wordt of, of de toename daarvan lager wordt dan... Uh, wat er aangeboden wordt. En dat is heel abstract voor. Economie moet enige tijd uh, nauwelijks groeien. Dat is ja. de enige manier om inflatie aan te pakken. Helaas is dat zo. Ja. En is ook meteen de reden waarom je inflatie altijd moet voorkomen, want echt voorkomen is beter dan genezen. Ja. Ja. Heb ik en nog een ander vraagje daarover. De, de, uh, inflatie. Want uh, we hebben gezien dat is natuurlijk behoorlijke inflatie geweest. Het prijsspel ligt een stuk hoger dan twee jaar geleden. Ja. Uh, energieprijzen zijn wel wel lager, maar uh, over het algemeen zijn de prijzen hoger. Ja. Um, en dan zijn we nu blij, oké, okay, inflatie 2%, maar we, we zijn niet terug op het oude prijsniveau. Nee. Is er ooit een enig idee dat, ze dan, dat je dan een paar jaar nu deflatie wil of zo? Of gaat dat helemaal niet? Nee, um, op het moment dat je een centrale bankier um, echt slapeloze nachten wilt bezorgen... moet je vooral zeggen dat, uh, dat het gevaar van deflatie groot is. Ja. Want deflatie wordt uh, bij de centrale banken gezien als een soort... Epidemie, overstroming en aardbeving samen, tegelijkertijd. Um, dus ze zullen alles, maar dan ook alles eraan doen om deflatie te voorkomen. Dat betekent voor ons gewone mensen dat als je straks leest dat de inflatie uh, richting 2% zakt en dat die veel lager is dan wat die is geweest in 2021, 2022 en zo, dat betekent niet dat er uh, van alles nog wat goedkoper is geworden. Het is alleen dat, dat de prijzen wat minder hard zijn gestegen dan ja, daarvoor, maar ze blijven wel stijgen. Bij deflatie ga je uitstellen, Nico. Ja, aankoopbedrag uitstellen dan gaat de economie kapot. Nee. maar de economie moet kapot hebben. Nee, even. maar wacht eens even. Dat is dus een van die argumenten die ze gebruiken. Bij deflatie ga je aankopen uh, uitstellen. Um, als ik weet dat die auto volgens jou 10% goedkoper is, dan wacht ik even. Uh, de redenering is dat, dat, uh, dat mensen alleen zeggen, nou als die auto uh, 10% goedkoper zal zijn, dan, dan ga, ik, uh, ga ik wachten. Maar je koopt niet alleen. Die auto die je eens in zoveel tijd koopt, die mm. koopt allerlei andere spullen. En gelukkig hebben we een voorbeeld van Japan bijvoorbeeld. Al 30 jaar lang nauwelijks inflatie, heel vaak deflatie. Maar als ik naar de uitgaven van, van de Japanse huishoudens kijk, dan, dan zijn die gewoon gestegen. Dus het argument klinkt ontzettend logisch, ja. maar uh, is niet te rijmen met, uh, met de werkelijkheid. We komen zo nog even terug op Japan. De Japanse jen wil ik ook al ja. met over hebben, maar we gaan eerst even naar de reclame daarna gaan we het over Axel Nobel hebben wat daar gebeurd is deze week, want ik vrees dat Albert zich daar een klein beetje over kan opwinden. Tot zo. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Saxo, het platform voor slimme beleggers op zoek naar meer mogelijkheden en lage kosten. Ontvang nu tijdelijk 200 euro transactiekosten te goed voor je eerste trades bij het openen van een rekening. Saxo, Be Invested. Belegger kent risico's, je inleg kan minder waard worden. Ja, daar zijn we weer. En we hadden het over Axo, Nobel, Albert deze week. En we zagen het al allemaal langskomen, downgrades van uh, allerlei banken, UBS, ING, noem maar op. Ja. En er stond heel mooi in het uh, ING-analistrapport, daar stond zelfs beschreven, uh, following the pre-earnings conversation, uh, en hadden ze besloten om het koersdoel te wijzigen. Nou, wat er, wat is, is er gebeurd, Eden, wat, wat, wat sommige bedrijven doen? Die kijken naar de, de consensus van analisten. En dan denken ze: nou, die zijn eigenlijk veel te hoog, dat halen we helemaal niet met onze jaarcijfers. Die weten ze natuurlijk al. En die gaan dan van tevoren even de analisten bellen. Uh, of gezamenlijk of één of voor één. En dan is, proberen ze die consensus een beetje omlaag te krijgen. Albert, oh, wat is jouw. Uh, jij zat niet bij het belrondje van AXO. Nee, maar er is altijd nog een soort, een, soort, een soort ziekelijk dingetje wat er in de markt is. Dat, dat ze dan een gesloten periode ingaan op een bepaalde datum. Nou, in dit geval was het dan bij Axel waarschijnlijk 30 juni. Ja. Uh, en dat ze dan tegen nog even met analisten gaan babbelen. Maar dat dan alleen die analisten dat weten, maar dat de markt het niet weet. Nou, nee. dat doet Floatreders traders tegenwoordig heel netjes. Die doen dat ook op een avond. Maar dan maken ze daar een bericht van en dan zeggen ze: dit is wat we verteld hebben, zodat iedereen gelijk ja. hoeveelheid informatie heeft. Alleen ah wat gebeurde hier op 1 juli zie je in één keer hey, Goldman Sachs die zegt het is geen 70 koersdoel maar 53. Dan ook op 1 juli zie je ING die verlaagt ook zijn koersdoel. Dan zie je op 2 juli Deutsche Bank verlaagt zijn koersdoel en op 2 juli zie je UBS verlaagt zijn koersdoel. Allemaal boef, 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 boef. Ja, en wat blijkt dus uit het ING-rapport kwam het, uh, het uh, de, ja, aap uit de mouw? En dat is inderdaad dat uh, Axel heeft gezegd het loopt niet zo lekker. En dat liep niet zo lekker vanwege drie <laughs> dingen: eh, zwakkere volumes in performance coatings, eh, ze zien eh, toegenomen marge-druk en er schijnen importheffingen te zijn gekomen op een hele belangrijke grondstof voor verf, dat is titaniumoxide. Uh, en dat is dus, uh, ja, die importheffingen maakt dat dus veel duurder. Ja. Wat dus okay. blijkt dat klanten dus uh, waarschijnlijk wat gehamsterd hebben in het eerste kwartaal. Mm -hmm. En dus nu dat die bestellingen in één keer gaan tegenvallen. Want die ja. zeggen, ja, joh, we dachten al van de prijzen gaan omhoog, dus we doen even, uh, kopen wat eerder in. Het, het werkt andersom wel. Als mensen dus, denken dat het duurder wordt, kopen ze nu. Ja, nou ja in ieder geval in dit geval ja. werd de voorraad even wat aangevuld. Uh, wa zo lijkt het. Uh, maar het is gewoon, het blijft gewoon een... een, een, een uh, nou ja, Eigenlijk als toezichthouder, zou je toch op een of andere manier moet je hier wel iets mee. Want het is gewoon ongelijkheid van informatie. En dan ook nog vanuit het bedrijf zelf. Ja. En uh, kijk, het kan zijn dat je een fantastische analist heeft die zelf alles in de gaten houdt van grondstoffenstromingen. En, en en dat hij dat weet en dat hij ziet van hey, performance coating, er zijn allemaal vragen bla bla Dat hij dat uit zijn. Overgebleven analyses haalt, maar nu wordt het gewoon door de onderneming aan die analisten gegeven. De aandeel staat in één keer 6, 7 procent lager op die ochtend. Ja. En iedereen zegt, waarom? Waarom? Nou ja, oké, okay, ja, downgrade van CombeSex. Dat kan. Alleen die downgrade die komt er omdat zij ja. andere informatie hebben dan de rest van de markt. Ja, en dat moet gewoon niet kunnen. En wat wil zo'n bedrijf daar nou mee bereiken? Want je, je krijgt ook een daling op zo'n dag zelf als zo'n rapport uitkomt. Ja, kijk, in principe is het in dit geval, uh, is het aandeel nu gedaald. En de vraag is, als ze niemand hadden gewaarschuwd, want dat hebben ze eigenlijk gedaan. Ja. Wat was er dan gebeurd op de dag dat ze die cijfers hadden gepubliceerd? Ja, dan krijg je, dan een eh, nou krijg je waarschijnlijk geen uh, min 6, min 7, maar dan krijg je misschien wel min 20. Ja. Dus ze hebben geprobeerd het te managen door uh, dit op deze manier ja. te doen. Alleen, uh, het kan gewoon niet. Ik vind ja? dat dit niet kan. En hebben we meer bedrijven die dat doen? Nou ja, Randstad heeft er uh, al eeuwig een handje van. Mm -hmm. Van dit fenomeen. Uh, en we weten dat Float Traders het doet. Alleen, uh, nou ja, daar, niet alleen wij, maar heel veel mensen hebben daar ook kritiek op gegeven. Dus Float Traders publiceert dat nu gewoon netjes ja. op de avond dat ze dat ook doen. Dus dan heb je in ieder geval gelijkheid van informatie. Ja. Uh, maar ik, ja, ik kom uit de, uh, uit de wereld van het selecteren van aandelen aan de institutionele zijde. En... Dat ik zou zeggen, het gebeurde vroeger echt heel veel. Dat er gewoon analisten werden gewoon voor uh, gezegd van: joh, nou, die analisten die willen ook zelf er niet al te vaak te graag heel dik naast zitten. Hè? Dus die uh, bellen dan ook die en Ja, nou, ik zit op uh, uh, 3% omzet groeien. Uh, 2%, 4% RB groeien en zo. En, uh, hè? Dus dat, dat zijn een <laughs> beetje mijn cijfers. Uh, dus uh, ja, ik, denk, ik, zeg, ik zeg het toch even. Ja. En dan, dan hopen ze natuurlijk dat ze een beetje feedback krijgen. Ah, je bent wel enthousiast, hè? Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja ben ik enthousiast? Ja, dat is het. Dus zo, alleen je, je, je ging ervan uit dat want ik zit meer zat. Dat is bij mij natuurlijk al best wel tijd geleden. Je denkt dat dat toch op een gegeven blik met alle wet en regelgeving. Ja. Dat dit een beetje ja, uit het systeem moet is. zijn. Alleen het zit dus soms nog wel echt in het systeem. Ongelooflijk. Ziek. Hoe doen jullie dat met analisten? Hebben jullie veel analisten zitten bij Hoofdborst? Of uh, 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 wat, uh, wat, uh, wat zit er voor apparaat achter eigenlijk? Wij doen, uh, wij doen het zelf. Wij ja. uh, analyseren de bedrijven die we in portefeuille hebben continu. Ja. En dat beperkt zich niet tot uh, het lezen van ja, afslagen. wij gaan ook naar die bedrijven toe. Ja, ja. Kijk oh, met de CEO, met CFO, ga je om tafel zitten, ga je praten daarover. Dat doen we ook met bedrijven die we eventueel overwegen op te nemen in de portefeuille. Ja. En daar gaat een heel lang uh, als soort keuringsproces aan uh, vooraf, inclusief uh -huh. deze gesprekken. Ja. Ja, even, even, want het is wel leuk om even te, uh, over te hebben. Je zei net in, in ons voorgesprek, jullie, jullie zitten onder andere in Lind. Dat is een Zwitsers chocoladebedrijf. Ja. Hè? En toen zei ik van ja, die chocoladeprijs die is uh, helemaal door het dak gegaan. En uh, toen zei jij, ja, 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 daarom zitten we erin. Hoe, hoe werkt dat bij hun, die, die, uh, die chocoladeprijs? Um, Lind is ontzettend goed in het uh, heel efficiënt werken. Dus dat helpt je al om uh, een deel van de gestegen kosten op te vangen. Ja. Lind heeft ook een groot deel van de keten die je nodig hebt om chocolade te maken in eigen handen. En uh, Lind heeft een product, wat ik net al zei, uh, dat uh, de, waarvoor geldt dat de vraag daarnaar in de hele wereld gewoon stijgt. Ja, um, chocolade. Dus uh, um, al die die wij, uh, al die aandelen die wij in onze portefeuille hebben, die hebben een aantoonbare lange historie van niet alleen. Uh, met alle tegenslagen op het gebied van macro bijvoorbeeld om te kunnen gaan, maar het overleven daarvan en de sterker worden daardoor. Mm -hmm. Je ziet het uh, aan de resultaten. Je ziet het aan het feit dat het dividend uh, jaar in jaar uit hoger wordt. Dat is een van de criteria voor ja. ons. Oké. Okay. Lekker. Um, ja, ik hou van chocola. Ah, ik dacht, <laughs> dat, <ik dacht laughs> dat, dat bedoel ik. ik, ik Wie dacht niet? Dat, ik dacht dat de Belgische chocolade maar in de handen hadden, maar dat zit dus bij de Zwitsers. De echte chocolade ja. komt uit Zwitserland, moet je bij zijn. <laughs> en zij, zij uh, ja, waar kopen ze die chocolade dan in? Hebben ze zelf uh, uh, plantages of, of dingen? Of? Um, Want het is, met name in Afrika gaat het mis hè, met die oogsten. Lind heeft, heeft, heeft een, echt een gr heel groot deel van de keten in eigen handen en uh, produceert ook heel vaak lokaal. Um, dus dat betekent dat je uh, wat minder last hebt bijvoorbeeld ja. dan, uh, als de landen, zoals nu, allerlei productionistische maatregelen nemen in <kwijnt> invoeren. Want je maakt chocola in het land waar het ook verkocht wordt ja. voor een groot deel. Duidelijk. Um, Lind, ga even door naar Randstad. Albert, we hadden het net heel even over Randstad. We kregen er ook wat ja. vragen over van de week. Ik heb ooit wel eens gezegd: het is een beetje 40-60 aandeel. Randstad is toch wel behoorlijk afgekomen. Het was door die 50 euro heen gezakt, nu 42-43. Um, hebben jullie Addeco in portefeuille Al, nee. als Zwitserse bedrijf? Dat zou kunnen, maar um, hoe kijk ik nu tegen Randstad aan? Uh. Nee, ik wacht nog even. Of de preunerscore? <laughs> nee, ik, ik, ik heb wel vaak gezegd, heel vaak gezegd natuurlijk dat kijk uh, best wel veel ziet. Want we hadden net over Axo, maar je ja. ziet hetzelfde koersontwikkeling ook komen bij het distribueert. Uh, Herdistributeurs van uh, chemische materiaal, zoals IMCD, aceles, ja, liggen, liggen slecht. Uh, Randstad ligt slecht. Dus alles wat eigenlijk ziekjes is, ligt op dit moment qua ja. aandelen ligt slecht. Waaronder ook Randstad. Hè. We staan nu weer 2,43. Ja. Dat was even een kleine uh, piek. Kijk, je ziet nu dat de omzet in twee jaar daalt met een procent of 11. Uh, alleen ja, ik heb altijd voor mezelf een soort... Wil of thumb, zeg maar? Wanneer worden bedrijven zeker uitzenders interessant in dat het? Is als de EV to sales onder de 0,3 zakt Nou heb, okay. ik, heb ik even naar Randstad gekeken en ik heb voor me ook al een keer eerder gezegd. Eigenlijk is het dat het op het gegeven blik, dat in dit geval ben je er bijna, dat ja. zit je op een koers van ongeveer 38, 39, dan zakte die onder die 0,3 en eigenlijk, ja, volgt het bedrijf al 25 jaar zie je daar ...onder erin stapt, zeg maar, onder die 0.3 keer EV2 Sales. Kijk, ervan uitgaande dat we nog steeds geloven hebben in het bedrijfsmodel. Ja, het is toch wel een van de grote drieën wereldwijd. Ja, bij. dus maar als je gelooft in het bedrijfsmodel, uh, dan is onder de 0.3 keer EV2 Sales. Ja, als je even dan geduld hebt, want het kan heus wel een keer naar 0.27 of 0.26 zakken... Ja. ...maar dat zijn vaak historisch gezien zijn dat hele goedkope multiples voor een kwaliteitsbedrijf als Randstad. Dus daar ben je eigenlijk niet heel ver meer vanaf. En ja. waarschijnlijk op het moment dat hij daar staat... Dan zegt iedereen: Ja, dat gaat zo slecht bij Randstad. Ja. Dat is echt, oh, <laughs> nee. daar moet je echt nu niet aan gaan kopen. Ja, joh, Zag je die omzet, zag je die winsten helemaal weggevaagd? Ja, dat komt omdat ze geen permanent placement fees ontvangen. Amerika was het afgelopen kwartaal natuurlijk heel slecht. Nou, als je nu de laatste data daar ziet, dat is waarschijnlijk niet verbeterd voor hun. Nee. Uh, dus er, er moet waarschijnlijk nog wel iets van pijn komen. Alleen op het moment dat er heel veel pijn is en iedereen zegt, nou dan moet je echt niet in beleggen. Nou dan moet je er vaak in beleggen door op de wat langere termijn te kijken. Die fearful when all you want is greedy, Of ja, andersom. Ja. het is gewoon een cyclisch bedrijf en dan moet je een uh, cyclische uh, mindset hebben om erin te beleggen. Nou Eden, uh, onze vriend in Amerika, Paul, die kijkt heel veel naar de arbeidsmarkt. Hè? Ja. en nu komen morgen, als wij, uh, dit, wo dit wordt morgen vroeg uitgezonden... vrijdagochtend, ja. half drie weer de, de maandelijkse arbeidsmarkt. Cijfers, is er ook iets wat jij heel nauw in de gaten houdt? Dat zeggen van nou, die zijn zo volatiel. Dat, uh... Nou ja, uh, kijk, uh, je hebt over het algemeen heel weinig aan, aan zo'n sec maandcijfer. Het gaat erom hoe past dat maandcijfer in het grotere geheel. Mm -hmm. En als je er dus zo naar kijkt, uh, je kijkt naar dat maandelijkse rapport. je kijkt naar wat uh, andere indicatoren over de ontwikkelingen. of de, 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 de zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt. en dan zie je heel duidelijk afgelopen maanden dat die markt normaliseert. Dat betekent niet dat het heel nee. slecht gaat. Nee. Uh, maar het normaliseert. En dat is, uh, dat is keer op keer uh, de voorwaarde geweest van de Fed uh, om uh, überhaupt te kunnen nadenken over het verlagen van de rente. Die arbeidsmarkt moet normaler worden. Ja. Want dat betekent dat de loonstijgingen wat lager uitpakken. En dat betekent dat het gevaar dat dat in dat het een <kuggen> soort permanente opwaartse uh, invloed op de inflatie heeft, app dan weg. Ja. En dan gaan de deuren voor de Fed open om de rente te verlagen was de afgelopen maanden niet het geval. Nee. Uh, maar dat kan uh, in de maanden die voor ons liggen wel het geval gaan worden. En wat, wat raar eigenlijk is, want we hadden het net over Randstad natuurlijk. Dat Randstad in het eerste kwartaal, dat Amerika in één keer eigenlijk best wel wegzakte voor hun. En dat is eigenlijk, ja, je, en, want de, die, die arbeidsmarktcijfers die gaven eigenlijk geen enkele hint dat dat zou gebeuren. Dus daarom. Zonder dat dat aandeel op die dag ook naar beneden. Ja. Alleen het kan zo. En dat is ja, een beetje speculeren natuurlijk. Maar het zou natuurlijk wel een beetje een prelude kunnen zijn dat het wat minder zou worden. Nou, wat je met die uh, Amerikaanse um, uh, uh, arbeidsmarktcijfers per maand uh, niet moet vergeten is. Die worden gerapporteerd op basis van een redelijk beperkte uh, enquête die gehouden ja, ja. wordt. En het is pas met een vertraging van enkele maanden dat ze meer uh, cijfers daarover krijgen, <tie> wat uitgebreidere cijfers ja, daarover krijgen. Ja. Uh, een van de regionale centrale banken uh, in de VS, die, uh, die gaat dan terugkijken naar die maandcijfers, maar mm -hmm. dan met die betere cijfers, die dan met een vertraging van een kwartaal komen. En zo hebben ze gekeken naar, de, naar het vierde kwartaal van vorig jaar en naar mm -hmm. het heel vorig jaar. En dan blijkt dat die maandcijfers al, 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 al heel lang... ...de werkelijke kracht van de arbeidsmarkt overschatten. Er zijn okay. vorig uh, jaar... Ja, okay. ...zijn er uh, ongeveer 700.000... ...minder banen daadwerkelijk bijgekomen... ...dan dat er in eerste instantie gerapporteerd werd. Oké. Okay. Ja, ja. uh, dus ook als je cijfer van morgen meekrijgt... ...wat het ook is... ...bedenk... Uh, ...pas met een vertraging van een kwartaal of zo... Ja. ...heb je daar meer uh, uh, gegevens over... ...om daar een ja. echt goed beeld over te kunnen neerzetten. Maar ja... We kunnen niet zeggen, de cijfers ja. over mei nee. doen we in september. Nee, maar dat nee, accepteert nee. niemand. Maar dan kunnen we toch veel makkelijker gewoon kijken naar die uitzenders in Amerika. Dan weet je het. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een ah, die Maar Die, die, ja, die, 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 die zien zie zie gewoon, doorheen. kijk, hadden we wat er gebeurd in Q2. Ja. Die, die, die komen zometeen met cijfers. Ja. Nou, als ze zeggen je Amerika was broer. dan zul je dat een stuk beter kunnen gebruiken. Je hebt een heleboel indicatoren die je kunt gebruiken om te proberen in te schatten. Als je dan zo'n cijfer krijgt als... Vandaag, want vanda vandaag wordt het uitgezonden, ja. uh, om dat cijfer te kunnen beoordelen, om dat cijfer in het grotere geheel te kunnen mm -hmm. plaatsen. Ja, right. En nu, het grotere geheel is nogmaals, die arbeidsmarkt in Amerika koelt wel degelijk af, normaliseert noemen we dat. Ja, right. U ben, jij, jij, jij bent dinsdag, woensdag, en donderdag te beluisteren op BNR bij Thomas van Zeil. En ja. ik, van mij heb ik jou wel eens horen zeggen van, <tus> dat er dit jaar geen renteverlaging meer komt in Amerika. Toch? Ik heb dat ook uh, gezegd toen uh, Powell <laughs> vorig jaar in december zei: van uh, we gaan de rente verlagen. Ja. Toen de markt wegliep met uh, op een gegeven moment 6 renteverlagingen ja. ingeprijsd. Ja, 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 ja. Mijn verhaal was toen altijd met alle respect, maar ik zie het niet. Uh, uh, <coughs> dat geldt voor een groot deel nu ook. Ja. Uh, als ik kijk naar de ontwikkeling op de arbeidsmarkt die normaliseert. Dus dat is een soort voorbode van dat de rente misschien een keer omlaag kan, maar nu nog niet. Nee. Als ik kijk naar inflatieontwikkeling in Amerika, die is nog steeds te hoog. Mm -hmm. uh, wat er ook nog een rol speelt bij de mensen die daarover gaan bij de Fed, is. Kijk, ze weten nu dat ze een grove fout hebben gemaakt in december vorig jaar. Het was te vroeg om dat te roepen: ja. we hebben inflatie verslagen, de rente kan omlaag gaan. Je wilt niet binnen in minder dan een jaar tijd, twee keer zo'n grove fout maken. Ik denk dat ze daarvan hebben geleerd, ja. dat ze nu zeggen. De lat ligt echt stukken hoger voordat we de rente kunnen gaan verlagen. Wat zou er moeten gebeuren om, om daar uh, dat, ze, dat ze het wel gaan zeggen? Dan de economie verslechteren of de arbeidsmarktcijfers? Je moet aan de ene kant zien dat de inflatie uh, in ieder geval niet verder stijgt. Wat we in de eerste drie maanden van dit jaar, toevallig na die december, dus van we hebben inflatie verslagen, is inflatie drie keer mm -hmm. op rij gaan stijgen. Dus eerst moeten ze zien dat de inflatie in ieder geval niet verder stijgt en hopelijk ja. verder zakt. Tweede, wat ze willen zien, is dat die normalisatie op de arbeidsmarkt dat die ook doorgaat. Dat het niet eenmalig iets is. En als gevolg daarvan dat de economische groei in Amerika wat lager wordt. Als je die drie puzzelstukken krijgt, die ja. goed in elkaar passen, dan en alleen dan zal de rente omlaag kunnen. Dus dat wordt ja. niet dit jaar? Uh, ik hou er rekening mee dat ze, uh, dat ze met de feestdagen vlak voor de kerst, dat dan die deur... Misschien net open genoeg kan gaan staan voor de, voor de renteverlaging, maar heel veel renteverlaging in het tweede deel van het jaar zie ik echt niet gebeuren. Bel ons dan even als het bijna zover is. Andere informatie. Ja, we <laughs> uh, Hebben die verkiezingen invloed? Dat ze, want er wordt altijd gezegd: <coughs> ze willen neutraal zijn, dus september, oktober laten ze de rente ongewijzigd. Ja, er ja, zitten er gewoon uh, zulke mensen in het rentecomité van de Fed. Uh, uh, die Democraat zijn, die republikeins zijn, die aangesteld zijn door uh, Democratische president, Republikeinse uh, president, die, uh, die weten heel goed wat er op het spel staat als de buitenwereld een beetje het gevoel krijgt dat ja. je je rente laat ja. afhangen van wie je in het Wit-Huis wilt zien. Daar gaan ze niet voor. En uh, ik denk dat je de afgelopen maanden, dat was echt een goed voorbeeld, want als je echt wilde als rentecomité van de Vet dat Biden. Uh, herkozen zou worden, hadden ze de rente moeten verlagen. Hebben ze niet gedaan, vanwege de reden die ja. je het uh, noemde. Ja. Ja. Heb je het debat nog gezien, uh, een van twee, van, uh, bij de opaatjes in Amerika ja, iedereen, vorige week? Iedereen heeft denk ik wel een stukje ervan gezien. Dat en was topamusement. Het, uh, uh, het heeft het macro-economische speelveld en de onzekerheden die daarop uh, heersen alleen maar groter gemaakt, denk ik. Ja. Ik denk wel dat iedereen ermee kan bij, dat denk je niet. Ik, ik, ben, uh, ik ben geen uh, politiek. Uh, Analist, dus ik heb daar geen verstand van. Als macro kijk ik gewoon naar uh, hoe groot is de kans dat de uitkomst een beetje voorspelbaar wordt. En dat was al onzeker. En dat is na het debat nog onzekerder geworden, met alle gevolgen van dien. Ja, maar ik ben ja. ook geen uh, politicus. Maar als ik ernaar kijk, zou ik denken: als je zijn familie bent. En ja, waarschijnlijk dat Zijn, zijn vrouw, die, die is mee. juist heel fanatiek, die heeft gezegd: je moet doorgaan. Nee, hij kwam ook de dag daarna, ja. moest hij een. Uh, Toespraak geven. Toen was hij ontzettend uh, fel. Kijk, nee, ik heb een... al verteld, mijn pa is 81, hè? Ja. Is ongeveer uh, voor mij is Joe is ook 81. Klopt. 82. Ja, ja. Ja. Ik bedoel, ik, ik trek geen parallel tussen mij, de beide car carrièrepaden. <laughs> mijn vader was slagen, maar even heel simpel. Ja, iemand op die leeftijd, ja. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we dat moeten willen überhaupt. En nee, we kijken waar het mij om gaat moet gewoon is. Een leeftijdsgrens opkomen. Waar het mij om gaat is wie er straks ook in het Witte Huis komt, maakt me niet zo heel veel uit. Hoe groot is de kans dat het beleid in Amerika ineens anders wordt? Dus dat de begrotingstekorten ja. omlaag gaan, dat er iets wordt gedaan aan de staatsschuld, ja, nee. dat het aantal protectionistische maatregelen teruggedrongen wordt. Het spijt mij te concluderen, maar <laughs> volgens mij maakt het geen ene moer uit. <lacht> <Nee>. <lacht> um, als je kijkt naar uh, protectionistische maatregelen die onder president Trump zijn ingesteld, Biden heeft uh, meer een merendeel daarvan voortgezet. Ja. Er zijn allerlei nieuwe erbij gekomen. Dus het, het is niet zo dat één van die twee partijen pro of tegen maar, is. Nee. Als ik kijk naar het begrotingstekort in Amerika en beide kandidaten horen uh, spreken daarover, geen van beiden heeft een plan nee. uh, hoe dat uh, begrotingstekort terug te dringen. Geen van beiden heeft een plan om iets aan de stijgende staatsschuld te doen. Dus nou, Albert, je wil er ook niets over zeggen. Daar gaat het mij om. Paul, wil er niks over zeggen. Paul heeft, uh, uh, heeft het enige uh, verstandige gezegd wat je als centrale bankier kunt zeggen, namelijk dat uh, het pad waar Amerikaanse staatsschuld zich op bevindt op termijn onhoudbaar is. <laughs> en voor uh, centrale bankiers, die over het algemeen heel diplomatiek uh, praten, is dat wel een enorme waarschuwing. Ja. En ja, met degene mensen die nu in dat Witte Huis gaan zitten, die, die, die termijn waar Powell het heel vreemd, dan leven ze zelf niet meer. <laughs> ja, ja. Powell is ook niet meer de jongste, maar hij zal 2,73 twee, twee, zijn, denk ik. Dus, uh, nou ja, we, maar, we gaan het zien. Het, was, uh, het, ja, het, het is wel een rare show daar in Amerika, natuurlijk, met uh, Trump, die spoort ook voor <laughs> En Dan uh, die Biden. Dus ik, ik, ja, ik, ik maak me zeker dat hij uh, voor las glazen in, in Amerika een commentaar dat hij. Uh, dat hij begin volgende week bekend gaat maken dat hij toch voor zijn familie kiest dat Kijk, hij dan, en dit, dit uh, is voordeur nou voor de voordoen naar buiten gaat dit is nou precies de reden waarom wij dus beleggen in een land als Zwitserland waar je dit soort gedoe niet hebt nee, ja. het is politiek stabiel het is financieel stabiel het is qua inflatie stabiel dat is het land wat je wilt hebben ja daarom beleggen die oh je belegt wel in Amerika ook ja, je Amerikaanse <laughs> bedrijven ja, je niet Amerikaanse dat. staatsschulden dat is wat anders Alright. Goed, um, we moeten even hebben over verzekeraars. Albert, we, we, het is een beetje de week van de analistenadviezen. Er komen best veel, het is natuurlijk een beetje een nieuwsluwe periode. Ja. We wachten op de halfjaarcijfers, Die komen vanaf, nou laten we zeggen, volgende week begint dat binnen te druppelen. Er um, komen wel wat analistenrapporten. Analisten moeten toch een beetje hun, zichzelf een beetje positioneren. de cijfers komen eraan, hoe zit ik in ja. de wedstrijd. Um, opvallend was de, um, de move van, ik dacht Goldman op, op de verzekeraars. En, 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 en AZ, waarin het koersdoel van NN omhoog ging van 5 naar 62 en AZR wat omlaag werd gesteld. Ja, van JP. JP Morgan was dat. Ja, dus, uh... Uh, maar Egon werd niet genoemd, Albert. Nee, dat klopt, die staat buiten kijf. Die, <lit Dans> die, de, <tod de, <todcellen> die koersdoel naar 12. Ja, ze staat buiten kijf. <todcellen> wat die moet je hiermee met zo'n advies? Nee, je, je moet er niks mee. Oh, maar je was... kunt er wel. Haal door. Nee, maar kijk, uh, de. Uh uh, ABN AMRO heeft op ASR een koersdoel van 60 staan en uh, Berenberg heeft de, uh, nog vanochtend een uh, groot rapport gedaan met ASR 57. Ja, het is een beetje, kijk, NN is, is wat gekoper hè? als je puur kijkt naar ja, hè, Het is wel behoorlijk ingelopen. Ja, maar als je kijkt naar multiples is en wat uh, gekoper. Alleen ja, als je het hebt over uh, kwaliteit van management, dan wordt ASR hoger ingeschat door de markt. Uh, Egel ook met uh, met uh, dus ja kijk dan kun je de visie hebben van ja dus de multiple bij NN zou omhoog kunnen uh, en ja ze hebben allemaal dezelfde kans hè, want uh, die hervorming van die Nederlandse pensioenmarkt ja dat, dat is een beetje gissen voor al die analisten maar ze zijn er allemaal wel van overtuigd dat zeker veel van die kleinere pensioenfondsen dat ja daar heel veel Gaat veranderen en dat er ja. dus van die pensioenpotten te koop komen, wat heel goed voor die verzekeraar zou zijn. Ja. Ja, er wordt bij uh, ASE gezegd dat dat 6% punten uh, verbetering van de kapitaalsgeneratie kan opleveren. Maar bij NN zegt ze dat het wellicht nog wat hoger gaat liggen. Ja. Uh, maar momentum voor al. Voor, 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 nou, kijk, want je kunt Egon hier ook niet mee vergelijken. Want die hebben geen activiteit in Nederland. Het dus nee. is eigenlijk een Amerikaans bedrijf geworden. en nog wat in de UK. Uh, dus ja, dan is het gewoon een kwestie van smaak. NN en, en of ASR. Ja. Heb en, je gesproken uh, met Jos Baten natuurlijk ja. vorige week? Yes. Ja. Hoe, hoe kijkt hij tegen de, de, de hele gang van zaken aan? <coughs> nou ja, kijk, hij heeft gewoon zijn eigen verhaal verteld. Huh? Nou, dat is Edin vandaag ook gewoon zijn verhaal verteld. Dat zegt ik ben Macrohem. Daar vertel ik over. nou Hij heeft gewoon verteld wat zij gaan doen en hoe hard zij willen groeien en uh, ja dat zij denken dat ze hun solvency ja, rond de 220, 225 procent gaan brengen. Ze hebben een 20 overnames in Nederland hebben ze op het lijstje staan. Okay. Nou, daar willen ze dat kapitaal dan voor gaan gebruiken. Voor mm -hmm. enkele van die overnames. En hij heeft gewoon zijn eigen verhaal verteld. En waar hij naartoe wil: dat hij de kapitaalgeneratie van 950 naar 1,3 miljard wil brengen. in de komende drie jaar. Dus een uitermate positief verhaal. En uh, ja, je krijgt een dividendrendement bij beide bedrijven. van 7 tot 8 procent. Inkoop erbij zit je rond de 10. Uh, dus ja, alleen we weten allemaal dat als er wel een keer een zware correctie komt op financiële markten, dan doen financiers gewoon altijd gezellig nog een stuk harder mee. En ja. dat blijft zo. Ja. Alleen de bedrijven staan er gewoon heel solvabel en goed voor op dit moment. Ja, nu wil iedereen dat ze weer uh, extra aandelen gaan inkopen en zo. Uh, begrijpt u ja. dat een beetje of is hij daar... Uh... Kijk maar, hij, hij koopt uh, voor 500 miljoen in in de komende 2,5 jaar, nu heeft hij gezegd. En uh, dat betekent dat ze dus 1,2 miljard kapitaal genereren wat ze niet gaan teruggeven. Alleen ja. ja, hij legt gewoon heel simpel uit. We hebben 20 mogelijke overnames, we hebben die pensioenpotten die beschikbaar komen. Dus ja, mocht dat allemaal niet gebeuren met die pensioenpotten of met die overnames, nou, dan zullen we op geen gegeven moment denken, hé, hey, we kunnen dat geld wel gaan teruggeven. Maar hij zei, hij, hij zei letterlijk in dat gesprek van mij, ja, iedereen zit alleen maar uh, te focussen op... Op die kapitaalgeneratie. Maar je kunt alleen al structureel kapitaal genereren. Op het moment dat je ook business draait. Ja. Of als je groeit. Ja. Dus zij zegt, uh, dus dat gaan we zien. Dus liever, liever zeg maar, investeren in de business dan uh, al het geld teruggeven. Het is gewoon een uh, kapitaalsallocatiebeslissing. Uh, zij willen een uh, uh, return on, uh, on uh, equity halen van 12%. Dus als zij dingen kunnen kopen, bij wijze van spreken nu op 15 of 16 of 17%. Dan zal die dat doen. Ja. En dat is uiteindelijk goed voor de aandeelhouder. Alleen ja, als je zegt van uh, ik zit er alleen in voor de inkoop, ja, en dan uh, had je een klein beetje teleurgesteld kunnen zijn. Zo ja. hé, ik zit me een beetje af te vragen. Jullie, jullie uh, beleggen ook in Nederland, tuurlijk? ik ben gewoon benieuwd dat welke is. Nederlandse aandelen jullie hebben. Maar ik kan me zo voorstellen dat jullie AZR en N dat soort aandelen. Nou, lijkt me hebben dus... jullie verzekeraars of vind je dat toch een regel? Wij, wij beleggen sinds 2006, 2007 mm -hmm. al niet in financiële waarde. Okay. Dus dat niet in banken, een, niet ja. in verzekeraars. Nee. Sowieso niet. Dus ook niet. Nee. Als een, hoe goed ze het ook doen. Want dit. Nee. Eh, AZ en Niet en in banken. In bouwers en biotech. doen we niet. <laughs> Geen A's nee. en B's. Nee, de, de drie B's doen. We nee, de drie B's niet. Nee, dus. dus uh, nee, nee. Ook niet als ze het gewoon heel goed doen. Nee. <coughs> Dat is gewoon... makkelijk. Heel veel niet naar te kijken nee. Nico, gewoon nee. <laughs> gewoon nee. Nee, meneer <laughs> nee, voor jou. Maar welke <laughs> wel in Nederland? Kun je er een noemen? Uh, 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 van bedrijf, bedoel doen. Ja. We hebben Fopak. Fopak. Ah, nee. Ik ook. opak het is een keurig goed bedrijf. Ja. Goed bezig. Ja. Uh, heel belangrijk. Goede mensen achter het bedrijf. Absolute. In de top. Ja. Dus uh, daarvan zeggen we, dat. Nou, dat is een mooi bedrijf. Ja, ja is weer behoorlijk opgelopen. He. We staan er nu 738 of zo. Nou, jij, jij, nou, 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 ja, toen zat je er natuurlijk nog niet. Want ik wil zeggen, van, ik, 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 ik heb zo ook al een tijdje mee. Op een gegeven moment dat je dacht je, hoe kan het dat dit toen met dat Oekraïne... Dat zonders op 19 euro. Want iedereen die was bang dat natuurlijk al die... Uh, ...die terminals gewoon ja, helemaal leeggetrokken zouden worden. En dat hele bedrijfsmodel van volpak. Dus ja, je be ik belde elke uh, twee weken, belde ik een keer en dan zei ik van... ...nou, zien jullie al impact op de, de terminals? Uh, hè? We gaan nee, wij zien niks, wij zien niks. Alleen het aandeel dat ging gewoon in één streep van maar daarom, 30 naar 18, 19. Daarom maakt het heel veel uit dat je belegt voor lange termijn. En dat je belegt ook op basis van... Ja. Uitvoerige gesprekken die je met uh, de leiding van zo'n bedrijf hebt. En ja. je weet van alle oorlogen, het is ontzettend naar, mag ik zeggen, want ik heb een oorlog meegemaakt. <kijkt> maar uh, we hebben in de afgelopen honderd jaar heel veel oorlogen gehad. Uh, de beurzen zijn er op langere termijn niet slechter van geworden. Dus als je overtuigd bent dat een bedrijf goed in elkaar zit, uh, ja, en maar dan dit, gebeurt dan zoiets, dan koop ja. je toch dat bedrijf. Ja, maar dit, dit was wel, ik had schoon, dus uh, Alleen, ik had wel zoiets van, uh, dat ik dacht van, ja, dit is wel een... een Speciale situatie hè, voor een bedrijf wat natuurlijk een moet hebben van uh, storage. Uh, ja, als natuurlijk die tekorten extreem worden die er ontstaan op die energiemarkt, dan ja, laat ik zo zeggen: uh, heel veel beleggers namen op dat moment even al het zeker voor het onzeker. Dus ja, het enige wat je kunt doen is structureel contact houden met het bedrijf, hmm. die het niet zien. Alleen, ja, ik kon mijzelf, als je mij toen had gevraagd: denk je dat volpak? Ooit onder de 20 euro kan handelen. Nou, en dan heb je een kredietcrisis nodig of zo. Want anders nee. zie ik het gewoon niet gebeuren. Want het is inderdaad stabiel. Bezettingsgraad 85, 88, 91 procent. Zit het altijd een eeuwig zitten daartussen. Ja, dus uh, management is uitstekend geleid, inderdaad. Uh, mooie conversie van de FBI naar de Vrije kaststroom. Allemaal hartstikke goed. Alleen ik schrok wel toen. Beetje aandelen en nu, maar het was, het was in, uh, in corona, herinner ik mij me, met, die, met die negatieve olieprijs: stond het aandeel op 52. Ja. Dus toen, toen ging het ook andersom, zeg maar. Dus, dat, was wel, uh, dat is vaak uh, dat natuurlijk, dat loopt natuurlijk als, ook niet. Maar als economie, toen is de volgende, zeker nu je slecht gaat, dan uh, wordt er vaak uh, op een gegeven moment weer meer overslagen. Ja. Ja. Of uh, natuurlijk de hoe neemt ze dat van de complexiteit van de olieprijs. Ja. Even naar technologie aandelen: uh, ASML, dat is neem ik aan voor jullie een no-brainer. Wij beleggen niet in technologie, <laughs> niet, serieus niet. Nee. We beleggen niet in technologie al, al heel lang. Om de simpele reden dat wij uh, vandaag niet weten wie de winnaars van morgen zijn Nvidia. Uh, niet zo lang geleden <laughs> dacht volgens mij de hele wereld dat Nokia uh, ja, de ja, winnaar ja, ja, zal ja, ja, zijn klopt. van de toekomst. Ja. Uh, iedereen liep op een gegeven moment met een Nokia telefoon rond. Uh, ik ken tegenwoordig geen mensen die een Nokia telefoon hebben. Mark Rutte. Miss, misschien jij wel. <laughs> maar <Mark> Rutte, uh, <laughs> ik, Kijk, we nee, weten niet wie de winnaars nee. zullen zijn. Oké. Okay. We beleggen wel in die bedrijven die voldoen aan de omschrijving die ik net gaf. En een van de, van de kenmerken van die bedrijven waarin wij zitten is. Ze hebben wederom een lange historie waarin ze hebben aangetoond met allerlei nieuwe technologieën. om te kunnen gaan en die kunnen incorporeren in hun business. En daar voordelen mee uh, ja. uithalen. Dus of het nou van Nokia komt of van Apple of Nvidia. Waar het ons om gaat is: het bedrijf dat de nieuwe technologie, wie het ook ontwikkelt kan gebruiken in zijn eigen business op een goede manier. Ja, dan, ja, dan heb dan ik wel één dus Ja, ik wil dan? zeggen, ik heb één naam, daar kun je dan bijna niet omheen. dat is Microsoft. Wij, ik, wat ik net al zei, daar dat, dat hoorde geen punt achter, maar een komma. We hebben één uitzondering. Ja. Na een hele lange uh, keuringsprocedure. Uh, Microsoft hebben we wel. Ja, ik wil zeggen. Want nee, Microsoft nee, is ja. een bedrijf dat voldoet bijvoorbeeld aan... Kijk, iedereen werkt met Word, met Excel, ja, dat ja. soort dingen. Um, dat is exact uh, wat ze co doen. Co-pilot. Je is een nieuwe uitvinding en dan nemen ze het, of je over of het ze niet. Je kunt er niet omheen. Het dus uh, nee. wij beleggen in de regel niet in de technologie. Microsoft is een uitzondering daarop. Ja. En dat bestaat een... ook al, al 50 jaar lang. En dat is voor ons heel belangrijk. Ja. We hebben deze week een leuk artikel over een technologieaandeel. Salesforce, onze nieuwe, nieuwe ster. David Dijkman geschreven. David, daar zit je, je, zit hier achter. De knop ook vlakbij is die. Um, Salesforce leuk aandeel, behoorlijk hard omlaag gaan. David, wat, wat uh, stond er ongeveer? Dat is bijna 200 dollar volgens mij. Nu 260, weer hard opgelopen. En Albert, die, die komt dan weer iemand tegen die daar heel veel van weet. Albert, misschien leuk om dat even. Te... De artikel staat op onze website, achter de peil kun je lezen, maar we hebben weer wat, wat insight, information, en dat is uh, je leuk om even te vertellen, Albert. Ja, dit is gewoon, kijk. Bij Salesforce, dat, ja, als je dan kijkt naar die geschiedenis, dan dat is het indrukwekkend. Hè? Maar ja. dit, valt dus, dit valt dus in de categorie van wat Ede zegt, van de, de, de groei, spectaculair. Niet normaal hoe hard dat bedrijf gegroeid is over de laatste tien jaar. Alleen, de groei, ja, het wordt steeds lastiger om datzelfde percentage natuurlijk te groeien. Want ja, je bent veel groter als bedrijf geworden. En uh, ja, nu zakt die groei weg. Uh, Naar nou, uh, onder uh, of rond de 10%, uh, vanaf een gemiddelde 25%. Ja, en dan staat er ook bij dat ze wat uh, marktaandeel aan het verliezen zijn. Mm -hmm. Dan kan ik dat niet beoordelen, want ik ben geen uh, uh, Salesforce uh, uh, expert. Uh, ja, en daarop is zo'n aandeelhandel nu dan op zeven uh, keer de terwijl 17 keer, terwijl het eerst wel 4,25 was. Dus je ziet wel een soort multiple contractie komen, hè, omdat de groei wel ja. terugzakt. Uh, en ze geven ook wel aan, we hebben meer moeite om personeel te krijgen, uh, dus ze geven meer aandelen aan personeel. En ik kwam inderdaad iemand tegen die, die bij Salesforce werkte, maar dat was wel uh, onder het genot van een paar pulsjes. Dus de uh, vraag is: als ik het verhaal dan goed vertel, <laughs> natuurlijk altijd. Ja. Dus, uh, maar die zei ook wel van, uh, of zei wel, die, 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 die hinten er wel op dat er, dat er andere bedrijven waren. waar misschien nu wel veel meer groeikansen lagen voor salesverpersonen. Ja, ja. uh, dan specifiek bij Salesforce. Ja. En dat is natuurlijk uh, NS1. Zoals we dat zeggen, ja. uh, maar uh, het was een, uh, een kapstokje. En, uh, en ja, als je naar kijkt naar Salesforce, indrukwekkend. Alleen uh, wellicht moeten mensen rekening houden met dat uh, 10 tot 15 procent groei de new normal is. Uh, ja. Ja. En dat moeten ze natuurlijk wel vasthouden, want als dat niet het geval is, krijg je nog een veel lagere multiple. Dus eigenlijk een beetje uh, een, een, een wat min mindere cocktail, omdat als de groei hard wegzakt en je krijgt aan de andere kant ook, uh, uh, zeg maar, uh, marktaandeelverliesje. Ja, dan, dan ga je multiple gewoon structureel naar beneden. Ja, Alright. Goed. Um, Salesforce staat een uitgebreid artikel bij ons op de website. Kan iedereen lezen wat, daar, wat daarin staat. Um, dan nog even, uh, ja, begrip van de week gaan we zo, zo even doen. Uh, Edin, die mag jij, uh, die ga ik jou vragen. Het gaat Spant. over de rente. Tussendoor nog even een kleine oproep voor mensen die, die zich aan willen aanmelden bij de Farming Investor Tour. Die loopt nog drie dagen. Volgende week is dat. moet je even kijken. Uh, 9 juli, 10 juli en 11 juli. Ik ga zelf 11 juli naar Zwolle. 10 juli zijn, we, zijn ze in Leiden en 9 juli in Utrecht. En kijk even bij ons op de website of de site van Farming. Dan kun je zien hoe je daar kunt aanmelden. Simon gaat je daarbij praten in een zaaltje. Om het genot van. Uh, een, biertje, een, een biertje en een bitterbal. En nou, dan gok je dat er op 11 juli, als jij gaat, geen voetbal is. <laughs> Dat, ik, avond, nou, dat is toch wel een dilemma. Want uh, uh, volgens uh, mij, als uh, wij winnen van Turkije, en uh, dat lijkt mij zeer aannemelijk. Ik ga zelf uit van een, een, ja, een nulletje of vijf, denk ik, uh, dat we kunnen winnen. Uh, uh, ja, Roemenië had ik, had ik ook gezegd uh, 5-0, dus dat had het moeten zijn eigenlijk. Uh -huh. Maar dan moeten we op 10 juli, als het in Leiden is, moeten wij tegen, denk ik, het uh -huh. de Zwitserland open voor jou. Of Engeland. Dat wordt een mooie wedstrijd. Maar dat is dus misschien wel ook wel leuk voor mensen, als ze dus 11 juli geïnteresseerd zijn in Nico Inberg, <laughs> daar kunnen ze zich ook aanmelden. Ja, maar ik laat wel mijn horloge staan. <laughs> en met je horloge, dus over jullie kun je ook al je vragen stellen ja. aan Nico maar Inberg ja. in Zwolle. Dus kom maar naar Zwolle, jongens. Over aandelen en over voetbal. En, en over, over voetbal. Ik ben ja. in ieder geval bij de kan Ik ja. wel beloven? Gaan we zien. Um, Begrip van de week. Eén, één. Ik uh, krijg we wel vragen over de, de rente. Inverse. Rentestructuur. Ja. Uh, men zegt vaak, ja als de, de rente invers is, dan... Moet je eerst laten uitleggen wat het is. Ja, dat komt zo. Ja, als de, de rente invers is, dan krijgen we een uh, uh, recessie. Nou, inderdaad, eerst even, wat is inverse <laughs> rentecurve? Uh, ook wel de omgekeerde rentecurve ja. genoemd. Ja, dat is een abnormaal gedrag van de rentes. Uh, wat is het normale gedrag? Uh, naarmate je je geld uitleent aan iemand en de looptijd is langer... Uh, loop je als geldgever meer risico? Want inflatie kan ineens hoger zijn. Of uh, diegene aan wie je geld uitgeleend hebt, uh, kan misschien in problemen komen. En om voor dat risico gecompenseerd te worden, vraag je hogere rente. Dus op een lening van één jaar is de rente lager dan op een lening van vijf jaar. Mm -hmm. En op een lening van tien jaar is die ja. weer hoger dan vijf jaar. Duidelijk. Dus als je dat in een grafiek uh, uh, laat zien, dan zie je dat de uh, rentecurve oploopt: ja. langere looptijden, hogere rente. Dat is de normale stand van zaken. Heel af en toe zien we op de financiële markten dat de rentecurve andersom loopt. Dat de, hoe langer de looptijd, des te lager de rente is. Dat noemen we de omgekeerde rentecurve. Okay. Gebeurt niet heel vaak. Als het gebeurt, weten we uit het verleden, is het altijd voorbode geweest van economische uh, ellende. Okay. De omgekeerde rentecurve uh, 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 zagen wij altijd uh, enkele maanden voordat... Uh, ...de Amerikaanse economie bijvoorbeeld in een recessie zou komen. Vandaar dat er ook heel veel aandacht voor is als mm -hmm. die rentecurve zich omkeert. Ja. Dan denken veel mensen, oh, oh, er komt uh, uh, heel slecht uh, uh, economisch klimaat aan. Nou, um, zoals zoveel zaken in de afgelopen 10, 15 jaar... Uh, is, is, ...is daar ook een soort streep doorheen gegaan. Want mm. we hebben in Amerika omgekeerd <tus> de rentecurve al sinds oktober 2022. Ja. Duurt al bijna twee jaar. <laughs> um, maar die Amerikaanse leren. economie... Uh, Denderde al die tijd uh, gewoon door. Ja. Maar uh, omgekeerde rentekeuze is dus abnormaal gedrag van de rente. Hoe langer de looptijd, des te lager de rente. En uh, vaak in het verleden voorboden geweest van, uh, van, uh, van economische ja. neergang. Ja. In Amerika is bijvoorbeeld de twee jaar, die ligt rond de vijf, dacht ik. En de ja. uh, tien jaar. 4,5, 4,6. 4,4, 4,5, 6. Dus, dus dat, dat, dat gaat al die tijd maar door. Maar uh, is het dan dat, dat bijvoorbeeld ja, beleggers denken van oké, okay, ik moet. Uh, er komt wat, de komt wat uh, slecht weer aan. Dus ik, ik ga meer in langlopende obligaties investeren. Ik haal ja, kijk, het geld uit kort naar de lang of zo. Als je, als je die omgekeerde rentecurve dus ziet voor je, en je weet dat het in het verleden voorbode is geweest van economische recessie. Dan weet je nou, economische recessie, financiële markten doen slecht, dan ga je in obligaties zitten, dan neemt de vraag naar obligaties toe. De rente gaat omlaag. Dus dat, 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 dat effect werkt ja. uh, over en weer. Um, alleen wat ik net al zei, in het verleden duurde het echt een paar maanden. Uh, uh, ik geloof gemiddeld genomen nadat de rentecurve invers werd. Tussen de 9 en 17 maanden daarna vond een recessie plaats. Nou, wat ik net al zei, we zitten nu al bijna twee jaar met die omgekeerde rentecurve, ja. maar er is nog steeds geen recessie. Ja. En als er dus een recessie komt, dan gaan de centrale banken heel snel de rente verlagen en dan wordt die weer normaal. Ja, Dat is natuurlijk, dit is precies waarom financiële markten zo mooi zijn. Het gaat nooit precies zoals iedereen. <laughs> dat, dat, is, dat is wat hem <laughs> mooi maakt. <laughs> Want iedereen schreeuwde natuurlijk. Uh, nou, zei dat Iedereen schreeuwde natuurlijk op het moment dat het gebeurde. Recessie! <laughs> ja, nou, zat alleen in. Ik herinner me nog 2018-19 was iedereen ook heel bang voor een recessie. Toen kwam natuurlijk corona. We ja. zou goed die aankomen, maar er gebeurde wel wat. Ja. 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 ja en, en kijk, als je als je die vraag zou uh, dooranalyseren, waarom? Waarom uh, is het mogelijk dat die rentecurve al bijna twee jaar lang omgekeerd is, terwijl de Amerikaanse economie doorgroeit uh, en, en, en hard doorgroeit, ja, dat heeft er toch mee te maken met navolging van de coronajaren. In ja. de coronajaren uh, uh, hebben heel veel mensen gedwongen geld uh, opgespaard. Want door de ja. lockdowns kon je niet naar buiten. Toen de lockdowns afgeschaft werden, uh, vonden mensen het nog steeds te gevaarlijk, dus gingen ze vanuit zichzelf niet uh, ja. spenderen, niet de, de straat op. Mm -hmm. En ze kregen al die tijd uh, enorme staatssteun. Uh, want laten we niet vergeten, de omvang van de, van de steun die de Amerikaanse overheid gaf, daar verbleek de staatssteun van alle Europese landen bij elkaar. Ja, ja. Uh, Amerikanen kregen letterlijk checks opgestuurd ja. thuis. Nou, dat heeft uh, ervoor gezorgd dat er een, echt een berg geld. Was, honderden miljarden dollars, die maar wachten om uitgegeven te worden. Ja. En dat is daarna gebeurd. Omgekeerde rentecurve of niet, dit uh, fietste er doorheen als het ware en joeg de economische groei aan. De grote vraag voor de toekomst is, gegeven het feit dat al dat opgepotte geld op is, ja. waar moet aanhoudende economische groei in Amerika nu vandaan komen? Want uh, de, uh, ik heb het... Wel eens gezegd, een economie kun je het best vergelijken met een uh, vliegtuig met vier motoren. De economie vliegt ook op vier motoren. Consumptie van huishoudens, investeringen van bedrijven, uitgaven van de overheid en uh, de winst die je maakt in je buitenlandse handel. En van die vier motoren is er één heel belangrijk, dat is de consumptie van huishoudens. Mm -hmm. En als ik zo kijk naar de consumptie van huishoudens in Amerika, gegeven het feit dat al dat opgepotte geld weg is dan vraag ik me af of die motor nog de Amerikaanse economie net zo hoog in de lucht kan houden als dat het afgelopen jaar is geweest. Is dat ook iets waar bijvoorbeeld de centrale bankiers bang voor zijn nu? Dat zou me niet verbazen. Die weten dit ook, ja. Onheilspellende boodschap, Albert, als je het zo hoort. Misschien moet ik een muziekje onderzetten. Dat zou kunnen. Je hebt gelijk, want ik las laatst een... Dat is een statistiekje van, van het opgebouwde geld in Amerika van de, de gezinnen. En die zijn er doorheen. Ja. Die leven weer dus je als, moet het als vrouw op de pop. Kijk, moet je als, een hebben. Als die, als die consumptie van de huishoudens uh, de kurk is waar de economie op drijft, en ja. dat is zo, uh, dan moet de stijging van die consumptie nu komen uit uh, de stijging van je loon. Uh, ja. het, het goede nieuws is, de lonen stijgen in Amerika met ruim 4%. Uh, inflatie ligt daar net onder, dus je, je gaat erop vooruit. Maar uh, dat betekent niet dat die motor net zo hard blijft draaien ja. als in de afgelopen jaren. Ja, alright. Zullen we zien. Goed, nou we gaan het zien. We zijn er door. Uurtje onderweg. Oh, nog een laatste boodschap. Hebben uh. we iets vergeten? We hebben het. Uh, ja, je hebt heel OCA, veel vragen. jij moet er nog even over hebben, maar het komt wel op de website. Ja. We, hebben, we hebben meer op de website deze week. Salesforce is eigenlijk artikel. CrowdStrike komt langs in de. Uh, Cybersecurity uitgebreide analyse. We hebben Lotus Bakeries, de Belgische koekjes. Uh, 10.000 euro wordt daarvoor één aandeel betaald waanzinnig. dat ja, is wel een mega-analyse die er gemaakt is. Ja, dus als ja. je die wil hebben, moet je eh, dan lid worden. Uh, achter de, uh, moet je lid worden van de aandelen. En dat kan via de button hieronder natuurlijk. B-Post komt langs. En maandag, maandag aankomt onze Belgische aandelenvriend Stefan Castelijn langs. En dan gaan we het met hem hebben over een aantal andere Belgische aandelen, waaronder Xfab. Nou, Eden, ik wil jou van harte bedanken jongen, voor je aanwezigheid. Hartstikke leuk dat je er was. Uh, Graag gedaan. Kom dan eens een keer vaker langs. Dank voor de uitnodiging. En misschien moest we een keer een aparte podcast opnemen over al macro-economische ontwikkeling als je dat leuk zou vinden. Ik kom uh, heel graag langs ja. onder één voorwaarde. Dat je niet doet aan het beste van FCM. Dat is mijn enige. Nee, ik, ik ben zelf een trend. He. Ik ben uh, ja, Emma's de enige. Ik, ik, wij gingen al altijd vroeger naar Pex ja. Maar als Emma daar was, dan uh, is het wel gewoon eind weg, Emmen voor ons. Nou, maar je moet wel voor twee hebben. baans weg bij Hoge Veenland. Ja, en, en ik dan... kom niet meer als jij gaat dash op A, ja. <laughs> ja. Zo. Oké, okay, dan valt het plaatje vrij. Twee plekken. Maar <laughs> nou goed, altijd nou, ook bedankt. Ik wacht op het moment dat die paar Feyenoorders worden weggekocht, die Hansko en die boys. En dat ze dan in één keer staan, ze daar op plek 7, 8. En ja, wie dan... gaat ook weg? Wie kan... gaat naar Brighton? Ik kan niet wachten op die dag. Nee, maar wij gaan nou, Ik denk dat die dicht dichtbij is. Het is verschrikkelijk cashen. Ik uit dat je jammer dat alle Feyenoorders eruit liggen op het EK. Want de handstoel ligt eruit en, en uh, ja. traner uh, ligt eruit. Nou ja. Kuksen doet niet mee gelukkig tegen ons, dus daar uh, hebben we geen last van. We gaan het zien. Uh, veel plezier zaterdag. Albert bedankt. David bedankt. David Dijkman achter de regie hier bij ons. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van de aandeelhouder podcast. Tot ziens. Deze podcast werd u aangeboden door Saxo. Het platform voor slimme beleggers op zoek naar meer mogelijkheden, relevant nieuws en lage kosten. Ga naar saxo.nl en verken het platform Saxo Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.